Kijkers, een woning huren is stilaan onbetaalbaar geworden. Alleenstaanden die de helft van hun inkomen aan huur spenderen, het is geen uitzondering. Waar gaat dit naartoe? De druk op de privéwoningmarkt wordt onhoudbaar en de wachtlijsten voor een sociale woning waren nog nooit zo lang. 29 Limburgse welzijnsorganisaties maken zich grote zorgen en riepen de pers samen bij het huurderssyndicaat in Hasselt. Hier moet je gewoon doodgaan van miserie. Ja, je kunt niks meer. Je zou dan zeggen, ik ga eens een tasje koffie drinken nu gepensioneerd zijn of zo. Dat kan er gewoon niet vanaf, hè. Je hebt niks meer van je leven. We zijn op de thee bij Goddelieve. Goddelieve is gepensioneerd en heeft een ernstige spierziekte. Ze probeert met haar pensioen rond te komen, maar dat is bijna onmogelijk. Ik krijg 1045 pensioen. Daar heb ik dan mijn ouderdomspensioen bij, hè. En ik betaal hier 760, daar zitten 25 gemeenschappelijke kosten in. Dus dat is echt niet te doen. Een alternatief voor de private huurmarkt is langsgaan bij een huisvestingsmaatschappij. Maar de wachtlijsten staan boordevol en de wachttijden zijn enorm. Ik stel van 2001 in Beringen op de wachtlijst. Ik heb een zwaar scheiding meegemaakt. En dan annuleren ze u, achteraf zetten ze terug op de wachtlijst. Maar ergens zijn ze dan smerig. Als je 3 jaar dan niet meer in die gemeente of zo woont, ja, dan moet je maar terug van achter op de lijst gaan staan, wat toch geen waarde meer heeft. We hebben op onze wachtlijsten voor die 8 gemeenten meer dan 3200 mensen die al jaren wachten. En dat is dan per deelgemeente wel verschillend. Dus in de ene gemeente is het minimaal 3 jaar en in een andere gemeente is het meer dan 5 jaar. Tot zelfs 7 jaar toe in Heusden-Zolder. Dus dat spreekt voor zich. We hebben dat liever anders. Bij de kantonale bouwmaatschappij van Beringen, een sociale huisvestingsmaatschappij, erkennen ze het probleem. Ze zitten aan meer dan 3400 huurwoningen, maar hebben nog een wachtlijst van 3200 extra woningen. Ze vragen steun van de overheid. De overheid heeft heel wat opdrachten en targets. Uiteraard zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen nodig. Als je alleen ziet voor onze werkgebieden, dan is dat al heel wat. En wij zijn een van de meer dan 100 sociale huisvestingsmaatschappijen in België. Dus de opdracht van de overheid moet toch zeker in die richting gaan, dat we ondersteuning blijven krijgen, hoe dan ook. Vandaag lanceerden 29 organisaties, waaronder vakbonden en armenverenigingen, het voorstel om de huursubsidies op te trekken. De bedoeling is dat niemand meer dan 1/3 van zijn loon gebruikt voor de huur van zijn woning. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Maar het moet er ook doorkomen, hè, want voorstellen die zijn er, maar het moet er ook echt doorkomen, hè. Marino Keulen, als voormalig Vlaams minister van Wonen, geestelijk vader van de huursubsidies, vindt het een goed idee, maar is voor een beperking in de tijd. Je mag dat nooit te lang laten duren in de tijd, want dan stel je vast dat mensen natuurlijk, om die sociale voordelen te behouden, stoppen met werken of niet op zoek gaan naar een job als zij op dat ogenblik werkeloos zijn. Dus je moet altijd zorgen dat je daarmee de werkloosheidsval niet stimuleert. Daarnaast vindt hij ook dat de verhuurder meer rechten moet krijgen. Anders haken ze af, waardoor de huurmarkt nog kleiner wordt. Je moet zorgen dat in een aangepaste huurwetgeving de eigenaar-verhuurder ook meer rechten krijgt om eigenlijk gewoon iedereen recht te doen. De huurder de bescherming te geven waar hij recht op heeft, maar ook de verhuurder de rechten te geven die hem toekomen, met name het innen van afgesproken, contractueel afgesproken huurgeld. Ja, er is nogal wat aan de hand op de woningmarkt, dat is het minste wat we kunnen zeggen. En daarover praten we hier met 2 gasten. Een van hen is Toon Machiels van het huurdersyndicaat hier in Hasselt in Limburg. Hè. Ja, de huurprijzen zijn te hoog, dat is een understatement, denk ik, meneer Machiels. De huurprijzen die zijn te hoog. We hebben op de uitzending gezien mensen die dus de helft van hun inkomen aan huur moeten betalen. En dat inkomen is al niet hoog. Dus dat is ook geen vaststelling van ons alleen. Daar zijn studies over gebeurd en die zijn ook verwerkt in het advies van de woonraad aan de Vlaamse regering. Wat is er aan de hand? Waarom zijn die prijzen zo hoog? Omdat er te weinig huizen zijn en te veel kandidaathuurders. Ja. Dus er is een druk op de woningmarkt. Men schat ongeveer het huidig tekort op 70.000 woningen in Vlaanderen alleen. Waardoor dat iedereen
elkaar beconcurreert. Ja. En dus de kwaliteit van de huizen naar beneden gaat en de prijzen omhoog. En de laagste categorie van huizen stijgen de prijzen het meest. Ja. We hebben ook een politicus uitgenodigd, Steven van de Put, Kamerlid in de Federale Kamer van het Parlement. Van de N-VA ook, moet ik zeggen. Ja, meneer van de Put, er is toch wel iets aan de hand. Hè? Er zei een kijker op de Facebookpagina van, ja, ik kan beter een huis kopen dan een huis te huren. Dan moet ik minder afbetalen. Wel, het is natuurlijk zo dat algemeen de prijzen onder druk staan en stijgen. Of men dan zomaar beter kan kopen dan huren, dat weet ik niet. Ik kan die berekening op die manier niet maken. Maar feit is wel dat het verwerven van een woning natuurlijk de beste garantie is om later uit de armoede te blijven. Mensen die erin geslaagd zijn tijdens hun leven hun eigen woning te verwerven, die hebben... Die kunnen rondkomen dan met de pensioen, inderdaad, zoals mevrouw daar juist, van 1020 euro. Omdat die aan dat aspect wonen alvast al niet meer moeten betalen. Maar we zitten natuurlijk met het gegeven van de huurmarkt. Er zullen altijd mensen moeten blijven huren. We kunnen die mensen toch moeilijk op straat laten leven? Wel, ik denk ook, wonen is recht. Hè. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Het is ook zo dat elke overheid op zijn niveau maatregelen moet nemen om wonen voor iedereen ook mogelijk te maken. Hè. Ik weet dat de Vlaamse regering specifiek een zware inhaalbeweging aan het doen is. Misschien nog niet voldoende, maar toch een heel zware inspanning aan het doen is om de sociale huurwoningenmarkt een rato van 3.300 woningen per jaar uit te breiden. Anderzijds is het zo dat wij geloven als N-VA dat er vooral ook aan de zijde van de investeerders, van de verhuurders, impulsen gegeven moeten worden om het ook voor die mensen terug interessant te maken. Want daar zijn toch een aantal specifieke problemen. Ja, je zou kunnen zeggen, Thomas Giels, waarom heeft de politiek toegelaten, en dan kijk ik vooral naar de Vlaamse regering, waar de N-VA deel van uitmaakt, dat die prijzen zo naar ongekende hoogte zijn gestegen? Heeft de politiek dan geen invloed meer op een tendens in onze maatschappij? De politiek heeft denk ik heel grote invloed. Ik kom even terug op die kooplust van de Vlaming en de Belg. We moeten niet vergeten dat het kopen en bouwen van een huis wel voor iedereen gesubsidieerd is, onafhankelijk van het inkomen dat die mensen hebben. Dus ons standpunt is, als men dat wil subsidiëren, dan zou men beter, evengoed, het huurder heeft ook een woonrecht en ook dus recht op tussenkomst. Wonen is een recht en huren is een recht. Wonen is een recht natuurlijk. De vraag is, en dat is natuurlijk de vraag die vandaag voorligt, van breidt de huursubsidie zodanig uit dat het voor iedereen bereikbaar is. Dat natuurlijk heel eenvoudig gezegd is aan de ene zijde, maar aan de andere zijde wel dat we zitten in een zeer budgettaire, krappe periode. Op elk niveau trouwens. En ik denk dat de impulsen die moeten gegeven worden, vooral het impulsen geven is naar die mensen zoals bijvoorbeeld vandaag. We zien in de private woningmarkt dat het vooral oudere mensen zijn die woningen verhuren, die een vroegere woning verhuren. Eens die mensen komen te sterven, zeg maar, die erfenis die wordt heel vaak door de kinderen onmiddellijk verkocht, omdat men ook schrik heeft voor een groot stuk. Ja. Het wordt als verhuurder vandaag, je moet verplichtingen voldoen op vlak van energie, op vlak van de belasting, op vlak van alles en nog wat. Dus ook die prijzen, de kosten voor die mensen stijgen en ze hebben dikwijls moeite om daarvoor een gereden prijs, een normale vergoeding voor het kapitaal wat vast ligt in die woning terug te krijgen. Dat is de grote kritiek, meneer Magiels. Alle rechten zijn voor de huurder, wordt dan gezegd. En de verhuurder, die blijft in de kou staan. Die is rechteloos. Ik zou de discussie willen voeren in een zeer uitgebreid debat. Het gaat hem over veel, veel meer dan dat. Als er gediscussieerd wordt over rechten, ik denk ons voorstel om te komen tot een gemodereerde huurprijs, dat zeker evengoed in het voordeel is van de verhuurder. Want ons standpunt is trouwens, dat staat nog niet in de officiële teksten, maar dat wij voorstander zijn dat die huursubsidie aan de verhuurder wordt uitgekeerd. Ja. Dus die 29 organisaties komen nu met een sterk signaal. Hè? Er is dus degelijk iets aan de hand, neem ik aan. Het is zo dat men zegt het budget is krap. Hè? Maar nu, op dit ogenblik federaal, wordt er 1,5 miljard per jaar uitgegeven alleen aan woonbonus. Dat is geld dat binnenkort naar Vlaanderen komt in 2050. En ons voorstel is om, net zoals de Vlaamse Woonraad zegt, verdeel dat geld over de behoeftigen die er zijn. Het zijn de sociale woningen, het zijn de bouwmaatschappijen, het is de bouwsector. Dus iedereen moet van die koek kunnen mee eten, ook de huurders. Goed voorstel, de uitbreiding van huursubsidies.
Ik zeg het nogmaals, een ongebreidelde uitbreiding van huursubsidies is trouwens, zoals meneer Keulen ook zegt, geen duurzame oplossing. Hè. Ik denk, ja. In Vlaanderen heeft men altijd heel veel beleid gevoerd, inderdaad, op het verwerven van de eigen woning, omdat het ook een garantie is om armoede te vermijden op een latere leeftijd. Dat is een heel belangrijk aspect van dat beleid, dat we moeten volhouden. Anderzijds is het zo, en ook daar blijven wij bij, dat bijvoorbeeld via de sociale verhuurkantoren men veel meer de regierol zou kunnen toespelen aan die sociale verhuurkantoren, om inderdaad op de privémarkt betaalbare woningen, kwaliteitsvolle woningen, gemonitord en met garanties ook voor de verhuurder, met betrekking tot het bekomen van zijn geld, daarin te zetten. Laten we een kat de kat noemen, dan wordt soms gezegd, ja, er is profitariaat aan de gang. Hè. Dus mensen moeten vooral op hun plichten gewezen worden en ze moeten vooral niet stoppen met werken, wat Marino Keul ook al zei. Ja, dat is inderdaad waar. We hebben eigenlijk daar schrik van dat men het woonbeleid zou gaan gebruiken als een soort van hefboom om op een ander beleidsdomein doelen te gaan bereiken. Ja. Ik vind als mensen moeten aangezet worden om werk op te nemen, dan is het aan de tewerkstellingssector om hun ding te doen. Wij zijn vooral bekommerd om het recht op wonen. Ja. Mensen die hun helft van hun inkomen moet besteden aan huur, wij, de staat, miskent die mensen hun recht op wonen. Ja. En dan die activering gebeurt op het moment of op de plaats waar het moet gebeuren, namelijk in het beleidsdomein dat ervoor bevoegd is. Ja, dat moeten we eens niet stilaan van die wachtlijsten af, want dat is toch een aanslepend probleem. 7 jaar eer dat men een sociale woning krijgt. Moet eigenlijk die hele sector eens niet herbekeken worden van de sociale huisvestingsmaatschappij? Maar men is daar ook mee bezig. Hè? Ja, maar De Vlaamse regering, u kan geen 70.000 woningen zomaar bijbouwen in ons, dat weet u ook. De Vlaamse regering heeft een plan uitgewerkt om op zeer korte termijn 43.000 sociale huurwoningen bij te laten bouwen. Dat plan loopt nu. Wel, laat dat nu eens lopen. Daarnaast is het ook zo dat ze de maatregel genomen hebben om de inkomensgrens, om recht te hebben op een sociale woning, om die op te trekken, om ook daar de toegang voor meer mensen mogelijk te maken en sneller mogelijk te maken. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog een heel pak andere maatregelen die genomen moeten worden. En ik denk dat is voor een discussie die veel langer moet duren dan vandaag. Ja, okay. En rekening houdend inderdaad altijd op met het feit dat we vandaag in een periode zitten van budgettaire krapte zoals we nooit gekend hebben. Okay. Heel kort nog, moeten we niet stil en creatief zijn bijvoorbeeld met ideeën zoals co-housing, dat is een idee van Jeff Goeibergs. Ja, heel kort, hè, want we gaan afsluiten. Ik ben eerder voor het renoveren van alles wat leeg staat aan fabrieken, aan de kazernes, aan boven de winkels. En met het overkomen van budget kan dat. Oké, prima. En misschien waait de crisis wel vanzelf over, wie zal het zeggen. Dit was Limburg Vandaag. We zijn er morgen weer met evenveel plezier. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender.